Dit beeld, dat hebben wij een paar weken geleden ook al laten zien. Tientallen inwoners van het Westland hebben hun auto de afgelopen maanden zo aangetroffen, zonder spiegels. En niet alleen in het Westland, ook in Hoek van Holland zijn spiegels gestolen. Het gaat mogelijk om dezelfde dief. Dus wij willen nieuwe beelden aan u laten zien in de hoop dat iemand weet wie dat toch is. Dick, er zijn inmiddels al tientallen aangiftes gedaan. Ja, dat klopt. En die aangiften zijn verspreid over alle dorpskernen in het Westland. Sommige mensen zijn al meerdere keren gedupeerd. En zo is een inwoner uit De Lier, wiens autospiegels al 5 keer van zijn Mercedes zijn weggenomen. Ja, en dan gaat het hier steeds om de wat duurdere automerken, hè? Ja, dat klopt. Onder andere Mercedes, BMW, Audi, Range Rover en Tesla. We zien dat de spiegels uit de behuizing zijn gehaald en daarbij de elektrische systemen enorm beschadigd zijn. Dat loopt natuurlijk enorm op in de kosten. Zorgt voor veel onrust en frustratie onder de autobezitters in het Westland. Ja. Nou, wij zijn bij een van die gedupeerden langsgegaan. Hij ontdekte op zondagochtend 2 februari dat zijn auto het doelwit was. Nou ja, het voelt niet lekker, weet je. Je wil gewoon je auto instappen en je wil je auto kunnen gebruiken. Zonder spiegels gaat het niet. Dus het geeft geen fijn gevoel om je auto weer neer te zetten. Het is zondag 2 februari als Kevin uit Poeldijk met zijn vriendin en kind in de auto wil stappen. En dan ziet hij dit. En denk ik, verrekt, mis wat. Ja, zo ontdekten wij de diefstal bij de eerste auto. En nadat we de auto weg hadden even weggehaald, wou we de volgende auto pakken. En daar zagen we ook aan dat ze daar aan bezig waren geweest. Ze waren de dupe van 2 auto's. Van de ene auto zijn de spiegels verdwenen. Bij de tweede was de bedrading al doorgeknipt, maar de spiegels zaten er nog wel in. Ja, een van die eruit geklikt en de bedrading doorgesneden, dat is ook nog het trieste. Dat is nog het meeste werk volgens mij. En dan nemen ze spiegelglazen mee. Wat ze ermee moeten, ja, dat weet niemand. Ja, er zit iets in wat hun blijkbaar nodig hebben. Bepaalde auto's, daar zoeken ze naar. Want bij de Audi hebben ze ook, daar zit zo'n dode hoek in. En dat is iets wat ze denk ik nodig hebben. Ja, gewoon triest. Blijf gewoon met je poot van andermans spullen af. Dat blijf ik altijd zeggen. Het is niet leuk en het voelt niet fijn, weet je. Je moet met spoed weg moeten en er zit geen spiegel in je auto. Dat voelt gewoon niet goed. Het voelt ook niet leuk als je bij je auto aankomt, weet je. Elke dag dat je moet gaan kijken of je spiegel wel of niet erin zit. Of dat ze aan je auto aan je spullen hebben gezeten. Ja, en hij heeft natuurlijk helemaal gelijk, hè. Die autospiegels, waarom zijn die toch zo in trek? Ja, dat vraagt ons eigenlijk ook af. Er zit wel geavanceerde apparatuur in, zoals onder andere ook LED-verlichting. Apparatuur in, zoals dode hoek, sensoren en sensoren die aangeven dat je te dicht op je voorligger komt. Maar dan heb je wel die complete behuizing nodig en dat blijft dus achter op die auto's. Ja, dus we vragen ons af wat je er dus mee kunt en waar die spiegels bijvoorbeeld aan verkocht worden. Alle informatie hierover is welkom. Ja. Nou, deze man die was in beeld bij een diefstal in de nacht van 1 op 2 december aan de Henri Hutsonstraat in De Lier. Daar werden de spiegels van een BMW gestolen. Hier zien we de verdachte aankomen. Hij loopt over de stoep richting een geparkeerde BMW en neemt daar even een kijkje. Vervolgens blijft hij even stilstaan bij de auto. En hij draait zich om, zodat er een glimp van zijn gezicht is te zien. Dan loopt hij een stukje door de straat. Als hij terugkomt, is te zien dat hij iets in zijn hand heeft. Het vermoeden is dat hij daarmee de spiegels uit de behuizing haalt. Hij gaat langs beide spiegels van de geparkeerde auto en haalt die eruit. We halen de man nog een beetje dichterbij. Hij draagt een zwarte jas met capuchon, een spijkerbroek en zwarte schoenen met witte zolen. Hij heeft een lichte huidskleur. Politie hoort heel graag van u als u denkt te weten wie dit is. Ja, het staat dus niet vast dat deze man die we net zagen die hele reeks diefstallen heeft gepleegd natuurlijk. Maar vermoedelijk heeft diezelfde man wel toegeslagen in de regio Rotterdam. Ja, we hebben dus ook aangiftes gekregen uit Hoek van Holland, maar ook uit Maassluis en uit Vlaardingen. Het gaat echt om tientallen aangiftes. We hebben beelden uit Hoek van Holland, waar deze man heeft toegeslagen in de nacht van 29 januari. Daar zijn dus ook autospiegels gestolen. We hebben het vermoeden dat het inderdaad gaat om de man uit De Lier. Dus we willen echt graag de kijkers bevragen van Team West of ze deze man kunnen herkennen. Midden in de nacht loopt de man op een geparkeerde auto af.
Hij rommelt wat aan een van de buitenspiegels. In zijn rechterhand heeft hij een glimmend voorwerp. Hij is op zijn hoede, stopt even en loopt nog een stukje verder. Maar dan zet hij zijn actie door. Zowel aan de rechter als de linkerkant van de auto haalt hij de spiegels uit de behuizing. Bij een andere auto is hij opnieuw in beeld. Ook hier is het voorwerp dat hij bij zich heeft te zien. Als hij naar de andere kant loopt, schrikt hij van een licht dat plotseling aangaat. Hij bedekt snel zijn gezicht en vertrekt. Maar helaas voor hem, hij is goed in zijn gezicht te zien. Wie de man kent, moet hem zeker kunnen herkennen. Vermoedelijk is het dus dezelfde man die in december toesloeg in de Lier. Als u weet wie dit is of waar hij verblijft, laat dan van u horen via de tiplijn op 0800 6070 of bel Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.